Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Ryan Comfalius. Hij is van Home Team Motivator. Heel erg benieuwd wat ze allemaal doen. De naam zegt het al een beetje, maar ik vind het toch wel belangrijk dat we zelf van hem horen wat Home Team Motivator doet. What needs a little Q-Time? Ryan, welkom in Q-Time. Hoe gaat het met jou? Yes. Dankjewel. Het gaat heel goed met u. Het gaat. Ik vind het altijd zo grappig als jullie in jullie auto zitten en gewoon een heel interview in de auto aan het doen zijn. Ik vind het wel heel origineel, maar het is very this generation, zal ik het maar even noemen. Goed, laten we kennis maken met jou. Vertel eens wat meer een beetje over jezelf. Zo, mijn naam is Ryan Comfalius. Ik ben 34 jaar, dus jong. Ik ben bank-employee. Dagelijks werk ik bij de bank. Ja, en meer sporten. Dat is mijn hobby nu geworden. Oké. Wat voor sport doe je? Wij doen aan, zeg maar, ik kan zeggen, het is tussen de gym en CrossFit. It's in between. Het is meer veldsportpraktijk. Gym was te rustig en te lief. En CrossFit was een beetje te ver aan de andere kant. Dus toen is er iets in het midden gekomen. De gym, ik wilde graag naar de gym gaan. Maar ik was een oliebol. Oliebol, oké. Snap je? En als je wil afvallen, moet je niet naar de gym gaan. Je moet eerst drinken, vet verbranden en dan ga je naar de gym om te vormen. Meer olie, minder bol. En dan pas ga je naar de gym. Got it. Oké. Okay. En meer water. Ja, oké. Okay. Ja. Home Team Motivator. Wat voor groep mensen zijn jullie? Want jullie zijn een team. Ja, toch? Vertel wat meer daarover. Ja. Nou, we hebben verschillende mensen. We hebben van dik naar dun. De meeste mensen soms vragen me van waarom heb je slanke mensen in de groep? Vertel ze van je hoeft niet altijd dik te zijn om te sporten, toch? Sport is altijd gezond, vooral in deze tijd. Dan is sporten heel belangrijk, vooral met onze COVID-situatie die we nu hebben. Sport is heel belangrijk. Oké, dus een Home Team Motivator gaat eigenlijk over het doen van lichamelijke activiteiten. Maar dan neem ik aan in je huis. Als ik nee, aan je dus naam leuk. Waarom de Home Team? De Home is eigenlijk, ik ben thuis begonnen. Dus vandaar de Home. Mag ik het vertellen vanaf het begin? Tuurlijk, je moet. Ja, dus de Home is eigenlijk, ik ben thuis begonnen. Dat was precies op 1 juli 2019 ben ik begonnen. En ik was thuis, ik heb een fitnessfiets. Dus ik begon thuis te fietsen. Want ik heb die fiets al lang hoor, maar ik gebruik het niet. De reden waarom ik ben begonnen is, op 30 juni hadden we een etentje op het werk. En je weet, je maakt foto's. En op een van die foto's zei ik van, boy Ryan, boy. Die mensen zien eerder je buik dan jezelf. Zo? Dus toen ben ik begonnen van, ik moet een einde aan maken. Dus ik ben dan begonnen op 1 juli 2019 ben ik begonnen met het trainen thuis. En ja, ik post vaak mijn before en after foto's, waardoor mensen zijn, gemotiveerd zijn geraakt. Dus vandaar de Home Team Motivator. En vandaar dat we nu bij 30 tot 31 man hebben. Oké, dus jij hebt me verteld, je hebt een trainer. Dus jij had een trainer die je daarmee geholpen heeft, gewoon vanuit je huis. Jawel, ben je op zoek gegaan naar die trainer of was het een vriend? Of hoe ben je met die trainer in contact gekomen? Het is een vriend van me, dus hij zag de resultaten. Dus toen heb ik hem gevraagd van, wil je me niet trainen, want hij doet kickboksen. Toen heb ik hem gevraagd, ik wil ook een beetje kickboksen, want daar verbrand je ook heel veel vet. Dus toen heb ik hem gevraagd van, wil je maar niet trainen te Kul, waar we nu bezig zijn. Dus toen heeft hij een afspraak met me gemaakt en zijn we er naar toe gegaan. En vanaf toen zijn we daar begonnen met trainen. En naarmate men de video zag, hebben we ze dan laten komen naar Kul. En vandaar dat daar onze plek is waar we trainen. Oké, en nu, ze hebben 31 mensen hebben zich eigenlijk zeg maar aangesloten bij jullie team. En jawel, hebben jullie ook een trainingsprogramma, dus echt gewoon 2 keer of 3 keer of 4 keer of 5 keer in de week? Is het echt dat je, weet je, in een strak regime zit? Hoe werkt dat? Ja, we trainen op de dinsdag en de donderdag. Trainen we elke week. En op de zondag
gaan wij naar Bosjebrug. Van 6:30 tot 7:00, zeg maar. Ja, en wat doen jullie daar op de Bosjebrug? Dus daar is meer lopen, hè. Is meer voor je benen. En onderschat het niet hoor, je verbrandt heel veel op de brug. Want je moet dan op, af, op, af. Oké. Maar dat is dus elke zondag zijn jullie op de brug? Jawel, elke zondag. En elke dinsdag en donderdag in de Keul? Jawel. Maar is het nu een vriendenteam geworden? Of mag iedereen zich gewoon aansluiten? Het is een vriendenteam geworden. En ja, ieder mag zich aansluiten natuurlijk. Het zijn meer, niet meer vrienden. Het is begonnen met vrienden. Ja. En daarna mijn vrienden, hun collega's. En zo gaat het door. Waardoor we een hele gang zijn geworden. Mm-hmm. Oké. En jullie zijn nu met 31 mensen. Klopt. En ik denk, neem aan dat het wel belangrijk is dat jullie elkaar blijven motiveren. Want staat in je naam, punt 1 en punt 2. Ja. Dat is wel de waar je de spirit vandaan haalt om het te blijven doen. Ja, daarom juist, ja. We blijven motiveren, want we hebben een FB-page, zeg maar, ja, ik, trainer. Dus we posten elke week dat we wat hebben gedaan, posten we. En als we zien dat er iemand geïnteresseerd is, de persoon komt, volgende week hebben we weer misschien één. Ja, zo groeien we. Oké, dus eigenlijk is je social media pagina is eigenlijk de bron waar je laat zien wat jullie allemaal doen, maar ook de resultaten. Klopt. En daardoor raken mensen wel geïnspireerd om zich aan te sluiten bij jullie. En hoe gaan jullie verder hiermee? Wat willen jullie bereiken? Waar willen jullie naartoe groeien? Wat willen jullie doen? Nou, we willen, natuurlijk willen we een heleboel mensen motiveren. Want kijk, ik heb het al eerder aangehaald in een goede situatie. Waarbij er gevraagd wordt dat we moeten bewegen, gezond moeten eten. Dat is ook een van onze voornaamste, ja, een van de regels voor ons. Want je kan niet komen trainen dat eet je de hele dag een Mackey of een Popeyes. Ja? Het is niet of, het is en. Je eet gezond en je moet trainen. Ja. Dus we willen iedere adviseren om te bewegen. En de resultaten zijn er. En die sessie op de Bosjebrug elke zondag, die houden jullie erin. Maar je mag toch eigenlijk niet lopen op de Bosjebrug, Ryan? Dat weet ik niet hoor. Het mag wel. Ik zou het niet weten. Ik zeg je, het mag niet. Ja, nou, het mag niet. Hoor. Man is bang. We hebben niets gezegd. Ik heb niet gezien, ik weet het niet. En wat je me hebt gezegd kan een jok zijn, dus het is niet zo erg. Nee, goed. Hey Ryan, ik vind het initiatief heel erg leuk. Als mensen zich willen aanmelden bij jullie groep, ja, Home Team Motivator, hoe komen ze aan jou of moeten ze gewoon naar de Keul? Waar van de Keul? En de Keul is groot. Ze kunnen mijn Facebook checken op Ryan Convalius, mijn page. Martin Hicks is een van de trainers. Is, ja, hij is de trainer. En we zijn op Kul, precies voor de Paramaribo Zoo. Dus je kan ons niet missen. Dus ja, en van, we zijn daar van 4:45 tot 6:00. Oké, dus dan moet je komen bij de Paramaribo Zoo en dan moet je zeggen, hi, ik ben op zoek naar Ryan. Nou, dat moeten we doen, toch? Het moment dat je die afslag maakt naar de zoo, ja? Zie je ons. Oké. Ja. Combinatie tussen de gym en CrossFit. Dat is belangrijk voor de mensen mee te nemen. Ze de ene te zwaar vinden en de andere te licht. Dit is dit een goede middenweg met jullie. Ja, helemaal. Okay. Ja. En jullie trainer die begeleidt ook iedereen die meedoet helemaal in de groep. Okay. Ja. Very nice. Dus vanaf dat ik er ben, ik ben er samen met de andere heer, Cedric van der Leu, die het oppakt bijvoorbeeld, want de trainer met de nieuwelingen bezig. Ja, op die manier. Want we kunnen de nieuwelingen niet bonken samen met de vergevorderden. Anders staat dubbel op. Ik begrijp het. Oké, hey, very nice initiatief. En ik zou zeggen, meer foto's maken van meer mensen op bedrijfsetentjes. Want zo gaan we ze motiveren om in beweging te komen. Ik hoop dat ze het zien. Ik hoop dat dit ze bereikt. Ja, dat een motivatie is om inderdaad te starten aan een healthier lifestyle. Helemaal, ja. En kerst nader, dus je wilt mooi zijn. In je kerstpak, alhoewel we geen kerst niet meer hebben verlopen, denk ik. We doen alsof we niet hebben, maar het is niet zo erg. Stiekem hebben we. Wij willen goed uitzien, vooral op foto's, want daar is het begonnen. Eigenlijk moet je zeggen, mensen moeten nu beginnen, want dan kunnen ze met kerst er goed uitzien. Ja, na kerst beginnen, want dan heb je weer te veel gegeten, weet je toch? Dus...
En men heeft altijd van die smoesjes. Kerst is straks, ik ga veel willen eten. Dus na kerst, geloof me, ze komen niet hoor. Nee. Oké, okay, is goed. Maar luister nou, daarom ben je de motivator. Dus daar is voor jou de taak weggelegd om te gaan motiveren. Dus ga dat Klopt. doen. Zal ik zeker doen. Zal ik blijven doen. Oké. Okay. Ryan, hartelijk bedankt. Succes met je activiteiten. In de Keul zijn jullie als mensen naar jullie toe willen komen. En elke zondagmiddag Bosjebrug. Dat is natuurlijk al een unieke gebeurtenis op zich. Dus home train motivator, ik zou zeggen, zet hem op. Yes? Dankjewel. Bedankt voor het moment. Ja hoor, graag gedaan. Bye. Yes. Doei doei. Dat was het gesprek met Ryan Comfalius. Een lightbulb moment heeft ervoor gezorgd dat hij zijn leven is gaan veranderen. En ten goede, want hij heeft een heleboel mensen met zich meegekregen in het initiatief. De Home Train Motivator. Ryan Comfalius is dus met zijn groep bezig. Elke dinsdag en donderdag in de Keul. En elke zondag maken ze een wandelingetje over de Bosjebrug. Dus ik zou zeggen, get moving. En zoek uw motivatie bij de groep. Home Team Motivator. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.